De Nationale Assemblée heeft vandaag voor de behandeling van de plantenbeschermingswet de regering onder vuur genomen. Er zijn vragen gesteld over de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname en over de berichten al zou de regering middelen uit het pensioenfonds hebben gebruikt. NPS-parlementariër Gregory Rusland vroeg wanneer de regering van plan is om in de Nationale Assemblée te praten over de problemen bij de Centrale Bank. Ook vroeg hij naar het juiste bedrag dat onrechtmatig is gebruikt. Volgens de informatie is er niet 100 miljoen US dollar gebruikt, maar het dubbele. VHP-parlementariër Mahinder Yogi vroeg waarom minister Gilmore Hoefdraad in het buitenland vertoeft, terwijl de politie hem voor verhoor nodig heeft. Met betrekking tot dus mijn punt van orde is het zo dat wij hebben geluisterd naar de minister, de coördinator van de ministers. En hij heeft eigenlijk summier een paar zaken aangehaald en niet echt op ingegaan op de situatie op dit moment met betrekking tot de centrale bank en ons financieel gebeuren. We hebben gezien dat er een aantal ontwikkelingen de afgelopen dagen zich hebben voorgedaan, waarbij we hebben gezien dat er een persconferentie is gehouden door onder andere de president en de president-commissaris van de centrale bank. Voorzitter, wij hadden gaarne dat die informatie gedeeld zou worden met de nationale assembleers, onder andere aangehaald. Dat het gaat om, als wij praten over een bedrag van 100 miljoen, dat het niet 100 miljoen is. We hebben goed geluisterd dat de president-commissaris inderdaad heeft toegegeven uiteindelijk dat het gaat om bijna 200 miljoen. Uw voorstel, u had liever een interruptie genomen, maar uw voorstel? Ja, wij vragen, voorzitter, dat onder andere deze zaak zo snel mogelijk die informatie naar ons toe komt, want bij de moties die de laatste vergadering zijn ingediend, is beloofd door de regering dat ze onder andere aan de Nationale Assemblée een presentatie zouden geven met betrekking tot de inrichting van die gelden waarvan de samenleving vanuit ging dat ze verdwenen waren. En die informatie was beloofd aan de Nationale Assemblée op korte termijn. Ja. En mijn vraag is natuurlijk, als wij die informatie ontvangen hebben, zodat we natuurlijk op basis daarvan zo snel mogelijk verder kunnen gaan met deze discussie. Goed. Hier in het parlement hebben we meerdere keren duidelijkheid gevraagd. En voordat ik verder ga, waar is die minister van Financiën, voorzitter? Wat doet hij in het buitenland? Ik begrijp dat de politie hier op hem wacht om een verhoor van hem af te nemen. En dat hij de politie heeft aangegeven dat hij telefonisch dat verhoor wil afstaan, voorzitter. Is dat waar, voorzitter, minister Moustaya? Kunt u mij dat zeggen? Voorzitter, terwijl bijna de hele financiële sector in het land aan het in elkaar gestorten is, voorzitter, zien wij van regeringswege nauwelijks actie, voorzitter. En als er actie is, laat de president komen naar het parlement, voorzitter. En laat de president hier in het parlement tekst en uitleg geven, voorzitter. Hier heeft de minister van Financiën aangegeven dat het gaat om 98 miljoen, voorzitter, dat gebruikt is geworden. En enkele dagen daarna hoort u, voorzitter, dat het gaat om 200 of meer dan 200 miljoen. Voorzitter, wij geloven deze regering niet. Regeringswoordvoerder minister Suwarte Moustadja vroeg het parlement om meer ruimte om de vragen te kunnen beantwoorden. Het spreekt vanzelf dat wanneer het OM bezig is met het onderzoek met betrekking tot de ex-governor, dat deze zijds ook daarop niet kan worden ingegaan. En dat is met betrekking tot het vraagstuk dat de minister van Financiën regadeert. Hij is vanmiddag hier niet, omdat de betrokken collega is uitlandig. Dat is juist. En de regering heeft sinds het optreden van de minister van Financiën in debat, als ik het zo mag aanduiden met uw college, hebben wij inderdaad ook uw college voorgehouden dat wij omstandig het college zou blijven informeren. En vandaag is ook benadrukt dat meer informatie onderbouwde, toetsbare informatie over de kwesties die nu spelen. Ik duid het gemak zelf aan met de centrale bank en de andere vraagstukken, dat inderdaad aanleiding hebben gegeven
voor uw collegeleden om nader te worden geïnformeerd. Regeringswoordvoerder Suharto Mustaja vandaag in het parlement. Hij vroeg het college om meer ruimte voor de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door de parlementariërs.